sta hier in Essen te wachten op de buurtbus lijn 203, want die bestaat 30 jaar. Komt-ie. Joe. Omroep Dommeland Nieuwsflits. 30 jaar buurtbus. Ja, inderdaad, 30 jaar. Ja, dat is een hele tijd. En we zijn eigenlijk begonnen toen de grote bus, de lijndienst, zeg maar, niet meer in S kwam in verband met de drempels. Toen hebben wij zelf een belbus opgericht. Dat bracht passagiers van S-centrum, zeg maar, naar de oude Rijksweg. En dat had ook geen dingen eigenlijk niet. En toen zijn we zelf met een buurtbus begonnen. En we hebben dus nog een oude voorzitter, die heeft dus 30 jaar chauffeur geweest eigenlijk op de... Oh, de buurtbus is. Ja, en we doen allerlei passagiers vervoer. En vooral oudere mensen, die moeten naar het ziekenhuis. Helpen ze even mee om de rollator uit te klappen. En dat zijn allemaal van die leuke dingen natuurlijk. Dus het is eigenlijk de vervanging van de ouderwetse bus. Die grote bussen rijden niet meer door S. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Hoeveel mensen maken nou gebruik van deze buurtbus? Nou, hier het dorp nogal verschillende dus. Uit Boksel, Liemde. Vught ook dus, maar het is meer S en Boksel waar de meeste passagiers eigenlijk richting het ziekenhuis moeten. En studenten ook eigenlijk. Dus. En waar moet ik dan aan denken op jaarbasis? Ja, ik zeg al op jaarbasis zitten wij denk ik een paar duizend passagiers wel. Ja. Want wij hebben hier een hele drukke lijn, omdat wij langs het onderwijsboulevard komen. Ja, daar stappen er ook heel veel studenten natuurlijk, s'morgens allemaal op de... En hebben jullie verschillende lijnen of één lijn? Of? Wij hebben één lijn dus net. En Liemde die is nou richting Den Bosch en wij gaan daar naar Boksel, Liemde en dan kom ik terug. En dat is een uurdienst eigenlijk, zegt dus maar. En dan beginnen we s'morgens om 6:30 tot s'avonds 6:30. En dan staan de mensen hier gewoon bij de bushalte te wachten? Ja, hier bij de bushalte, maar ik zeg... Als je dadelijk hier gaat staan en het is veilig, dan steek de hand op, dan stoppen wij ook. Kijk, dat is het voordeel van een buurtbus, hè? Ja. En als de mensen zeggen, god, ik wil er daar uitgevoerd, nou, dan, en het is veilig, dan stoppen wij. En dan kunnen ze daar gewoon uit natuurlijk allemaal, hè? Ja. Dat is dus het voordeel van een buurtbus eigenlijk. Ja, het is echt vooral een buurtbus, als ik dat zo hoor, een beetje ook gezelligheid. Ja, ook. Ja. En je krijgt altijd heel veel dezelfde mensen in de bus die je kent op een gegeven moment. Nou ja, dat is dan gewoon eigenlijk, dat is dan gewoon leuk natuurlijk. Ja, het is ook een mooie bus. Hij is nou 1,5 jaar denk ik, zoals deze bus. Het is allemaal compleet nieuw en allerlei snufjes eraan. En wij rijden dus van S, Boksel, Liemde, draai ik om. Het Draadhuisplein en dan kom ik terug naar S toe en dan ook zo naar Vught. Door Vught zeg maar, de Loonse Baan. En dan zo'n... Op de randweg Den Bosch en dan langs het ziekenhuis onderwijsboulevard. En dan van zo'n onderwijsboulevard naar Den Bosch Centraal. Goed dat het er is, zeg ik. Wat zeg je? Goed dat het er is. Dat het kan. Ja, natuurlijk. De meeste mensen zijn heel blij hoor. Met ons als buurtbus. Is het duur een buurtbus? Nou, je kunt dan bijvoorbeeld met de overshipkaart werken en je kunt steeds kaartjes kopen, maar dat moet dan wel via de bank pas dus. En een enkeltje kost 4 euro. En de patiënten en een retour iets van 7 of 8 uur. Nou, dat is om te doen, hè? Dat is wel om te doen, maar het is meer een deel over shipcard. Stoppen we de trein? Ja, dat zullen we maar doen, hè? Moeten ze reserveren of moeten ze gewoon bij de bushalte gaan staan? Nee, die gaan gewoon bij de bushalte. Maar wij mogen maar 8 passagiers mee hebben. Oké. Okay. Ja, nou, niet meer, maar te zeggen wel eens ooit staan. Nee, dat mag dus niet, hè? Maar je moet wel eens mensen laten staan, man. En dan? Kan nooit gebeuren, ja, dan pech gaat. Want als er iets gebeurt, wij zijn verantwoordelijk. Ja, maar is er wel eens mot van ik was eerder of? Nou, nee. Zo erg is het nou ook weer niet hoor. Dus, Chauffeurs, zitten er ook dames bij? Ja, we hebben 1 dame. Oké. Okay. Ja, dat klopt inderdaad. Die rijdt nou 3/4 jaar denk ik bij ons is die bijgekomen. Is de bus minder vol waarschijnlijk? Nee, grapje. Nee, ze doen het perfect hoor. Dus, ja, leuk hoor. Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Hoeveel chauffeurs hebben jullie? 22. 22? Ja. Maar ja, we hebben er 3 nodig op een dag al. En dan maal 5, dat is al 15. En de zaterdag 2 diensten, dat zijn er 17. Ja, dan heb je een paar reserve. Ja, die moeten dus in de vakanties opgevangen worden natuurlijk. En anders zijn mensen ziek, dus die hebben we nodig. Ja. Nou, super initiatief. Ja.